Je kent het wel, je bent lekker aan het chillen op je werk of met je vrienden. En het is heel erg leuk totdat je erachter komt dat jouw vrienden psychopathische gekken zijn die jou alleen maar bij zich willen houden. Dan heb je smoesje nodig om weg te gaan en daarom vandaag smoesjes om naar huis te gaan. Ik moet er vandoor, mijn oma wordt zo meteen geboren. Oh, gefeliciteerd. Ik ben een beetje emotioneel vandaag, want vanavond is de herdenking van IJsbeertje Knoet. Is Knoet dood? Ja, wist je dat niet? Oh, jongen toch. Ik moet mijn Nintendox nog uitlaten. Dat is toevallig. Ik heb die van mij vermoord. Ik heb geen geld meer, dus ik moet even naar de bank zodat ik vanaf daar tv kan gaan kijken, oké? Ik moet zo meteen naar de dierenarts, want mijn huisgenoot is een luie hond. Oh, dan moet ik ook even gaan, want mijn huisgenoot is een linkse rat. Ik moet naar huis. Ik ook. Ja. Er komt een tornado richting mijn huis en ik moet mijn vriendin nog opsluiten, zodat ze zeker weet dat dood is. Yeah! Sorry baas, ik moet naar huis. Ik moet mijn broertje helpen met het vervalsen van rapport. Net zoals dat ik jouw loonstrookje vervalsen. Hey, gozer, ik moet er vandoor. Mijn vriendin is aan het vreemd gaan en ik wil haar betrappen. Lijkt me echt superleuk om een keer te doen. Oeh, jongen, ik ben vandaag lichtelijk suïcidaal en ik wil niemand hier op de werkvloer traumatiseren. Dus ik ga even naar huis. Iemand heeft GHB in mijn drankje gedaan en daarom ben ik deze smoes vergeten. Ik heb het gas thuis aan laten staan en mijn vader is Duits. En we weten allemaal wat er de vorige keer gebeurde toen we Duitsers gas gaven. Dus ik ben zo terug. Ja, sorry, maar Alicia Keys staat altijd maar on fire en iemand moet daar een keer blussen. Dus dat ga ik doen vanavond. Bardo, ik hoorde net dat jij de vergadering overslaat en gelijk naar huis gaat. Waarom? Ik ben doof. Mijn gehoorapparaat is thuis. Oh, je hebt een spraakgebrek gekregen. Oké, nee, dan snap ik het. Er is een nieuwe attractie geopend, getiteld Mijn Huis. En daar ga ik nu naartoe. Ik moet naar huis gaan, want ik moet nog een paar Duitsers vermoorden. In Call of Duty. Oh, ik moet dat doen met de Duitsers in mijn kelder. Ik moet inchecken bij mijn hotel. Ik heb een prachtige kamer gereserveerd. Het hotel heet Habbo. Ken je dat? Mijn vriendin is zo nat dat er allemaal wateroverlast is. En ik moet heel snel naar huis om even te dweilen. Je koffieautomaat is stuk. Zonder koffie ben ik niks. Sorry jongvrouw, maar deze koning Woolly Woolly moet nog een prinses redden in nood. Sorry, ik vond het echt heel lekker hoor. Maar ik moet naar huis. Mijn vriendin kan het veel beter. Ik heb ook gevoelens. Nee. Ik heb per ongeluk secondenlijm geworst over mijn handen. Ze zitten aan elkaar vast nu. Ik ben mijn kinderen in de kelder vergeten te voeren. Oh, ik ben zo terug, oké? Oh, dat probleem had ik ook vorige week. Ze zijn nu dood. Ik kan niet overwerken vandaag, want NASA stuurt me naar de maan. Oh cool, net als in de film. Ik kan beter thuiswerken, want hier werkt mijn pc niet mee. Oh, dat is een goede woordgrap. Je mag naar huis. Echt waar? Nee, ik haat je! Sorry. Ik moet nog condooms kopen, want we worden de hele tijd genaaid door school met al die proefwerken. Weet je wat we doen? We praten gewoon verder op 31 november. Deal? Ik moet weg, want mijn oma is haar kunstgebied kwijt en ik moet haar helpen zoeken. Wat voor toeval, die mama is ook kwijt. Ik moet de wc-eend nog brood geven. Een wc-eend in gevangenschap? Die moet je vrijlaten. Kijk, een vogel! Weet je, Thomas, ik vond onze guys night heel tof hoor, maar... Hebben we niet iets te veel mannen uitgenodigd? Oh! Wow! Oh! Sorry hoor, maar die deur die daar zit, die is wel heel mooi. Die ga ik even van de andere kant bekijken. Het is wel een beetje gênant, maar ik ben ongesteld. Maar Bardo, dat kan helemaal niet. Je bent een man. Dan moet ik naar het ziekenhuis. Oh, weet je, ik heb zin om te fappen, maar als ik dat hier ook ga doen, dan is dat zo raar, weet je wel. Oh, sorry, wat zei je? Banjo! Doe dat, gasten, en bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Banjo Movie met smoesjes om naar huis te gaan. Huur deze video naar iedereen als jij ook wel in deze situatie komt dat je naar huis wilt. Of stuur deze video door naar iemand die altijd naar huis wil, maar geen smoesjes heeft, zodat hij een keer een smoesje heeft om naar huis te gaan. Goeie. En klik op abonneren. En als je even nog actief bent, zoek ook even het kanaal van Thomas op. En klik op het blauwe duimpje, zodat we vaker dit soort smoesjes video's maken. Wauw. Tot volgende week, dan zijn wij er weer. Later! Oh, Mark. Whoa!